Dankjewel. Ontzettend hartelijk welkom allemaal. Dat was nog enthousiaster. Ontzettend hartelijk welkom namens de Verleiders en namens Stichting Ons Geld bij, bij iets wat wij 5 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat we nu toe zijn aan een reactie van Ons Geld op een WRR-studie die maar liefst 3 jaar heeft geduurd. En het is allemaal begonnen met een aantal knappe koppen in Stichting Ons Geld en een paar theatermakers die het over geldschepping en banken wilden gaan hebben. En dat we nu hier zijn is een wonder. En daar gaan we van genieten met z'n allen vanmiddag. Er staat een heel druk programma klaar. We hebben echt politici, we hebben GroenLinks, we hebben de SP, we hebben Partij van de Dieren, we hebben de professoren, de knappe koppen. En we hebben natuurlijk u als toehoorders om hier een hele levendige middag van te maken. En die zal onder leiding staan van de grande dame die ook al sinds 2013 bezig is met het geldstelsel en geldschepping met haar televisieprogramma Radar. Zij is uw gastvrouw, de moderator van vanavond. Mag ik een donderend, daverend, hartelijk welkomstapplaus voor Antoinette Herzenberg. Oh, dankjewel. Dank, George. Ja, we zijn even heel kort. Wij zijn ooit parallel eigenlijk begonnen, zonder dat we het van elkaar wisten. Wij als theatermakers en jij met het programma Radar. Ja. Om het publiek bewust te maken van hoe ons geldstelsel in elkaar zit. Nou, ik denk dat wij hetzelfde proces hebben gehad als dat jij hebt gehad met Verleiders. Dat wij daarmee bezig waren en dat de schellen ons echt van de ogen vielen. Dat we, hoe is het mogelijk dat wij dit niet wisten? Wij dachten, wij zijn redelijk geïnformeerd, wij zijn journalisten. En als wij het al niet weten. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk dat dit niet onderwezen wordt op scholen. En ik weet, ook toen wij ermee bezig gingen en interviews gingen houden in het land, dat we directeuren van banken hebben gesproken die geen idee hadden. Nou, fantastisch. We gaan een hele goede middag van maken. Ik hoop het. Trap hem af. Ja, oké, jongens, daar gaan we.